Yo, wat dan mensen! Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Games Real. En in deze video, zoals je ziet, speel ik met direct met de Diamond fucking Camo erop. Natuurlijk de epic variant van de REC. R3K, hoe je het uit wil spreken. Alleen, deze is full automatisch. En dat is een hele grote verandering van het wapen zelf. En ik vind dit persoonlijk zo'n chill wapen. En daarom wil ik er ook een video voor jullie mee opnemen. Puur omdat het is toch leuk om een keer met dit wapen te gebruiken. Maar kijk hoe ziek. Ja, hij schiet gewoon duk. En je hebt gewoon een kill. Dat is gewoon echt sick. Sorry dat mijn stem zo raar is. Ik weet niet wat het is. Maar mijn stem is een beetje... Ja, weet niet. Oh, joh, hij spawnde daar, hè? Zag je dat? Maar kijk, dit is de wapen. Oh, shit. Oh, kut. We spelen trouwens twee freefall potjes. Oh my god, ik had hem nog bijna. We gaan dus twee freefall potjes spelen. En hopelijk vind je het leuk. Vergeet niet dan alvast een blauw duimpje omhoog te laten. Dat zou ik super erg waarderen. En dan gaan we gewoon lekker knallen, jongens. Waar zit deze guy? Oh, daar. Spelen, de eerste map is op de... Oh, het eerste potje is op de map Frost en kut. Elke keer als ik één iemand kill, dan komt er gelijk weer iemand in mijn rug. Dat is echt irritant. En die Diamond Camo... Oh, dat ziet er zo sexy uit, hè. Diamond Camo hebben ze echt hun best gedaan in deze cult, hoor. Dat ziet echt wel sick uit. Natuurlijk, in Black Ops 3 zag het er ook wel vet uit. Oh. In Black Ops 3... Ja, dan had je ook Diamond, toch? Oh, jezus, scheef. Yo, mijn PlayStation 4 begint opeens te blazen. Okay, hier spannen toch iemand? Ik zag hem net op de map staan. Dank je. Doei. We zijn één keer achter. Ik moest even mijn intro doen. Kut, ik wou net weggaan. Ik moest net even mijn intro doen, dus ik moest even nadenken van wat moest ik allemaal zeggen. Maar nu gaan we gewoon lekker knallen. We staan al weer gelijk, joh. Het gaat al wel goed. Het gaat goed, maar dit is echt... Oh, wat een beast. Dit wapen is echt chill. Trouwens, wat ik erop heb staan is een suppressor, reflex en quickdraw. En ik weet niet echt wat ik hier allemaal op moet zetten. Want ik dacht, dat zijn wel de chille dingen. Maar een suppressor, dat vind ik gewoon chillst om... te gebruiken in deze cult. Jij wou met jumpshotten. Of jumpshotten. Dropshotten. Maar het lukte jou niet. Maar ik... Oh, geturnt. Oh, die was zo lekker. Maar... Ja, ik weet niet echt wat goede attachments op dit zijn. Want op zich, het is echt een beast van een wapen. Maar... Moet je per se een reflex op hebben? Ja of nee? Ik weet... nee, kut. Ik stopte met schieten. Ik dacht, die ging al wel dood. Die werd ook nog iemand anders beschoten. Holy shit. Oké, wacht. Iemand in de rug. Oh, oké. Okay. Nou is die de dropshot geluk, maat. Nou is die geluk. Maar we staan al 4 kills voor, joh. Het gaat niet zo lekker. Ik ga nooit echt goed op deze map. Ik vind Frost niet echt een chille map of zo. Het is meer zo'n... niet echt zo'n chille score hou ik hier meestal. Maar holy shit, dit ding... Kut. Alleen van de van submachine guns op echt closer range ga je echt niet winnen. Dat is echt moeilijk. En MV4 is ook wel moeilijk. Maar op zich, we killen ze wel gewoon. Dus ja... Of hun zijn scheef. Of ik ben gewoon... Oké. Okay. Ik denk dat ik ook scheef ben. Ik wou zeggen, ik ben goed. Oh. Nee, jongen. Zo goed ben ik ook niet. Er zijn altijd mensen beter dan mij geweest. Zo heel veel mensen. Natuurlijk, ik vind het altijd wel vet om tegen echt goede mensen te spelen. Zoals die... Oké, level 29. Oh, camper. What the fuck, hij campt. Zoals die Jets, de killer, die killt mij wel vaak. Dus dat vind ik wel chill om tegen goede mensen te spelen. Daarom lijkt het ook wel een keer echt vet om tegen Jan of Santino te spelen. Want hun zijn ook fucking goed. Dus mij lijkt het wel sick. Dus ja. Kan ik even... Hij heeft die Christmas RPR Eva. We gaan nu opeens heel erg hard afzakken, man. Het is echt raar. Ja, de map Frost. Het is de vloek van de map Frost. Nee, ik vind Frost echt een kut map. Hoppa. Ja, sommige mensen vinden... Maar kijk, een camp, hè. Oh, wat zijn dat voor granaten dan? Ho! Oh, kut. Submachine gun. Kan je nooit winnen. FHR schiet heel snel. Alleen die damage ligt niet zo hoog. Granaatje. Oh ja, ik heb ook een granaat aan staan. Mooi, dan ga ik daar een beetje mee gooien. Staat hij nog steeds... Oh, kijk dan. Ik schoot hem zo van zijn headglitch af, hè. Oh, die was sick. Misschien moet ik hier een keer grip op gaan zetten. Zou dat werken? Jemig, wat zijn ze aan het campen allemaal. We staan nu wel lekker voor. Dat is wel chill. Hallo? Hallo? Hier zit iemand. Huh? What the fuck? Huh? Oh, ik ben iedereen kwijt. Wat is dit? Waar is iedereen? Hallo? Shit, iemand is op een 5 killstreak. Hij gaat mij inhalen. Oh, daar loopt hij. Pie, maar... Huh? Op de map Frost is het bij mij altijd zo dat er echt stille momenten vallen hier. Oh, maar dit ding, jongen. Duk, duk, duk. En je hebt een kill. Dat is echt chill.
kill, echt chill. Aha. Beetje wat de beul. Oh, hij heeft type 2, kut. Ga ik dit overleven? Oh, hij loopt gewoon weg. Oh, yo, zo. Dat was één oh, kut. Mijn stem is echt echt, het is echt raar. Oh, echt raar, jongen. Misschien krijg ik eindelijk de baard in mijn kill. Zou wel chill zijn, want ik heb... Oh, die... Oh, joge, die granaatjes, jongen. Daar moet je voor oppassen. Want ik heb best lange piepstem. Moet je maar eens een keer voor de grap mijn Jiraski... dat ik mee race met Jiraski, moet je die video's maar eens kijken. Daar heb ik één gek piepstem. Maar holy shit, we hebben al gewonnen met een 2KD. Dat is super chill. Met direct. En we gaan natuurlijk 2 potjes doen. Dus ja, ik zou zeggen, tot bij game nummer 2. Tot zo. Zo mensen, we zijn bij game nummer 2 aangekomen. En de lobby vloog er helemaal uit. Dus ik moest eerst weer een heel nieuw potje of een lobby zoeken. Maar uiteindelijk hebben we één gevonden. En ik heb mijn class helemaal omgegooid. Ik heb nu quick draw, grip en stok. Ik heb mijn iloscope en mijn suppressor eraf gehaald. En ik ga kijken of dit een beetje een chille iloscope is. Ik vind hem wel een beetje klein. Maar we gaan gewoon kijken of we hier natuurlijk ook mee kunnen winnen. Een beetje variatie, misschien... Ja, is dit wel fucking chill? I don't know. We gaan er gewoon mee spelen. En we gaan het uiten. Oh, wat een kut campus. Jullie staan tegen elkaar. Hé, hey, wat een lekker span dit. Oké, dit zijn de spanse free for all, jongens. Het is echt... Oh, zit hier... Nee. Het is echt hectisch, man. En ik zit met een... Deze guy is een hele hoge precisie, die Wester. Ik weet niet welke. 7 of zo, denk ik. Maar hij is pretty hoge prestige, mate. Zo, wie moet oppassing voor hem? Niemand spant hier. Ik sta altijd hier. Oh, ik zag hem wel. Oh, jezus. Ik ga jou even killen. Oh, dikke kill. Oh, nee, nee. Nee, kut. Hij is goed. Kijk, hij heeft zo'n rood logoetje. Ik weet niet. Het ziet er hoog uit. Dus ik dacht van, oh, die guy is wel goed. En zoals je ziet, hij is best goed. En ja, dan, dus voor hem moeten we echt wel op gaan passen. En ik ga weer op mijn vertrouwde plekje staan. Maar die afstand, jongen, met dit wapen is echt chill. Het is echt niet gezond. Maar ik denk toch dat ik Ilo persoonlijk chillen vind op dit wapen. Of in ieder geval een red dot. Want ik vind die... Oh, kut. Hoe kon die niet dood zijn? Laat je kop zien. Gaat hij rechts? Kijk, want je... Oh, kut, man. Dit is echt moeilijk raken nu met dit ding. Van dichtbij is het echt geen probleem, maar... Oh, hij is al dood. Burr. Maar van veraf is het wel moeilijk. Oh, spannend hier, hè. Iemand gooit zo'n spin hier naast mij. Maar ik weet niet of die daar... Oh, shit. Hop, die is dood. Oké, we moeten even weg. Ik haat deze plek, want iedereen spant naast je en zo, dat vind ik niks. We gaan maar hierheen. We staan 1 kill achter. Die vent is goed, hoor. Met die... Oh, ik heb het direct. Met die, hoe heet dat ding? HVR of zo? Nee, ik heb geen idee. Met het submachine gunnetje. Die hoge prestige, zeg maar. Maar... Ik heb geen wapen. Maar... Oh! Nee, hij lag daar nog, hè. Hij lag achter mij. Ik was hem kwijt en ik wou mijn knikte armen. Toen deed ik mijn wapen weer weg. Wat een geklund was dat daar, joh. De plek, dus... Hij spant daar, hè. Get wrecked, trouwens. Maar get wrecked, ha. Snap je, met de wrecked. Oh. Die was hard, man. Die was hard. Hop. Achter mij. Hop. Omdraaien. Nee, ja, kut, man. Hij met die HVR, dat is het. Oké, wacht, ik span hierna. Hij wrecked mij. Oké, man. Dat was echt onzin dat ik daar spande. Dat was gewoon echt de naast gewoon. En jij mag... Jezus, man. Hé, hey, what the fuck? Heeft dezelfde emblem en Kalikar. Dat ziet ze... Iemand heeft de fucking hoogste scorestreak. Oké, we moeten nu echt gaan concentreren. Holy shit, want iemand gaat hard. En dat is sowieso... Ik moet voor die Apex... Of hoe heet dat ding? Apex, toch? Ik moet voor dat ding even uit de buurt blijven. Dus wij gaan... Oh, bye, have a beautiful time. Hij had mij niet gezien. Dat is mooi. Oké, snel. En ik ga alsnog dood. Jongen, meen je dit? We gaan alleen maar dood, jongen. 17 op 10. Maar ik snap het niet. Waar zit iedereen? Oh, nog één. Oh, jij bestuurt dat ding niet eens. Wat is dit? Hij heeft mij... Oh, kut. Komt dat ding ook aan. Die Michael Lee of zo. Oké. Ik schiet alles mis opeens. Wat is dit? Ik zweer, het ligt aan die I. Oh, kut. Dat ding. Ik moet even hierheen. Het is sowieso dat ik... Zo. Dat het ligt aan die iloscope. Dat ik die er niet meer op heb. Oh, hij heeft zijn machine gunnen. Zij durven niet. Hij loopt om. Dat weet ik zeker. Oh, jezus. Dus. Kneed ik armen gewoon aan. Haha. Want ik zie dat mijn aim nu een beetje... Wat? Hij is echt raar, jongen. Ik had connect de camera aan en ik schiet. Oh, het slaat echt nergens op, dood. Het slaat echt nergens op. Hoppa.
Oké, dus... Oh, shit. Ik kan hem niet in. Volgens mij heeft hij er ook de rek. Of heeft hij van mij opgepakt? Het is de rekt. Ik moet daar nog aan wennen met die T erachter. Jezus, mijn aim is slecht, jongen, nu. Nee, oh my god, die flatline is zo chill, hè. Ik snap dat niet. Volgens mij heeft hij... Hij is best laag level. Heeft hij dan al de 4K salvage gehaald? Dat is best wel knap, though. Dat vind ik niet al het. Hoppa, dat was een lekkere kill. Dat was echt gewoon duk en dat. Kijk, zie je? Dat wapen is gewoon chill dit, hoor. Maar ik moet er gewoon even aan wennen dat ik geen ILO er meer op heb. Oh my god, ik heb nog gewonnen, hè. Oh, die was echt... Deze mensen zijn gerekt. Holy shit. Die fan die ik hier turnde of zo, jongen. Was het een turn? Ja, oké, het was een soort halve turn. Maar holy shit. Deze mensen zijn gerekt met de diamond rekt. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet dat dan niet te belonen met een duimpje omhoog. Zou ik super tof vinden. En die beste YouTube jongen. Get wrecked. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Zou ik super tof vinden. En een leuke reactie. Dat is altijd leuk. En dan zeg ik tot bij de volgende video jongens. Later mensen.